Yo! Daar ben je nu bij Andy in de auto. We zijn nu onderweg naar Amsterdam, waar ik Mat Zeuntjes zo in de auto krijg. En Mat is een beetje een laadbloeier. En hier zit wat zaakwaarnemer bij. Ja, goede voetballer. En een leuke gozer. Dus we gaan zo zijn verhaal horen. Dank weer voor het kijken en abonneren. Super! Alles goed? Goed man, met jou? Lekker man. Lekker man. Ga zitten, ik doe de camera aan. Wat snel jongen. Ja toch. Zat je hier in het hotel? Nee man, ik kom voor Alkmaar gewoon man. Ja? Ja man. Ja man. Zo jongen, wat is je shit? Ik heb voetstoelen meegenomen man. Goeie? Die zijn vet. Ja, mooi man. Super, moet je even tekenen. Ja toch. Zo. Zijn dit jouw, speel je met Puma? Ja man, altijd Puma. Top. Best lang man. Ja, ja? Ja man. Ik zit te fijn, man. Doe je ook? Doe maar. Ja, toch. Oké. Okay. Dat is vet. Ja, ik heb nooit Puma gehad, man. Altijd Adidas. Ja? Gemaakt, ja. Ja, ik was begonnen op Adidas wel. Maar ik weet niet, man. Veel hebben Nike en Adidas. Ja. Dus een beetje apart is beter, man. Oké. Okay. Hey, wie hebben we de Arena, pik? Ja, man. Je moet zondag tegen Ajax. Zondag tegen Ajax, man. Maar thuis ja, gaan we het wel proberen lastig te maken natuurlijk. Ja. Jullie moeten. Kijk, Ajax komt dichterbij nu weer. Ajax komt dichterbij, man. Wij gaan lekker. Ja. Dan laatste 1-1 tegen Zwolle, zeg maar. Ja. Maar we zitten wel in een goede reeks sowieso. Ja. De Ajax gaat ook steeds beter nu. Dus ja, ik denk dat het wel weer een leuke wedstrijd kan worden, man. Ja, zo. Wordt wel mooi. Want PSV ook weer gisteren punten laten liggen. Ja man, klopt. Daarom was het extra zonde dat we eigenlijk 1-1 speelden tegen Zwolle. Ja. Maar ja, het was wel een terechte uitslag. Ja hè? Dus ja. Penalty gemist hoor. Penalty gemist hun, dus laatste een van de laatste minuten. Oké. Okay. Dus ja, in principe gaat het wel oké. Ja hè? Ja man. Ik ben tevreden. Ja. Lekker. Je bent laat begonnen eigenlijk hè, met betaald voetbal. Ja man, ik was 18 of 17 pas toen ik naar NAC ging. Ja. Dus toen kwam ik daar in de A1. Als tweede jaar, zeg maar. Ja. En toen na 6-7 maandjes kreeg ik te horen dat ik het goed deed. En kreeg ik een contract voorgeschoteld, zeg maar. Ja. En dat jaar daarna ben ik in de selectie gekomen gelijk, man. Zo, netjes. Dus dat ging wel snel, man. En daarvoor was je gewoon, zeg maar, amateur? Ja, gewoon amateurniveau, man. Vierde klasse of zo. Ja? Ja, man. Dat speelde ik wel in het eerste al vanaf mijn 16e of zo. Ja. Maar ja, pas laat bij je BVO-club gekomen, man. Oké, okay, ja, want ik speel ook vierde klas nu. Ja? Ja, zo met een dikke lichaam. Ja, dat is wel lachen, man. Oké, okay, en toen ben je ontdekt en toen ging je naar NAC. En ja, man. En je broer, is iets met je hebt broertjes heel veel, toch? Ja, man. En allemaal op dezelfde dag? Allemaal dezelfde dag, ja, man, klopt. Hoe kan dat, hè? Ja, man, Ralf Dan, die bij VVV voetbalt nu. Ja. Hij is tweeling, zeg maar. Ja. Maar ik ben ook tweeling. Oké. Okay. Maar hij is van 89 en ik en mijn tweeling zijn van 92. Maar we zijn allemaal 17 april jarig, man. Raar, hè? Dus dat is wel toevallig, man. Dus je vader kan goed raakschieten? Ja, ik kan goed raakschieten, man. Ja, man, is bizar. En we gaan even naar Ajax, ja? Ja, is goed, man. Kom, we gaan even kijken bij die gasten of zo. Ja, trainen. Weet je wat het mooiste is? Ik heb net van pedicure, man. Ik heb gewoon slippers aan. Ja? Kijk eens. Ik was helemaal vergeten. Ik zat in de auto hier naartoe te rijden. Opeens voel ik dat ik slippers aan heb gehoord. Is toch goed, man? Nee, we gaan hier niet kijken, man. Tot op die lijn. Ja? Grapje, man. Nee, we gaan eventjes gewoon even een rondje rijden. Als je naar de Wallen rijdt. Ben je wel eens bij de Wallen geweest? Nee, man. Niet? In Alkmaar heb je ook hoeren, trouwens. Hè? Ja, man. Ja, ik heb gewoon een vrouwtje, toch? Vrouwtje, twee kinderen. Ja, maar je hebt een donker vrouwtje, hè? Ja, man, klopt, man. Mooi. Hoort je dat, hè? Ik heb het gezien. Ik zie alles. Ja, toch? Ja, man. Donker vrouwtje. Ik heb foto's gezien op internet. Toen jij tekende, geloof ik, bij AZ. Ja, kan kloppen. Ja, je vrouw en je kinderen. Ja, man. Ja, hè? Ja. Ik had even gekeken op internet. Oké. Okay. Maar eigenlijk dacht ik dat ik Ralf in auto zou hebben vandaag. Ja? Nee, joh. Zo. Nee. Mooi, hè? Gek, hè? Weet Ralf dat we halen hem op, man. Ja, waar zit hij? Nee, hij woont in Breda, man. Nee, ja. Jij bent, even kijken, hoe lang contract heb jij? Ik heb nog 2 seizoenen na dit jaar. En wat is je favoriete positie? Ja, linkshalf of rechtshalf, man. Wel, ja? Ja, man. Ik heb veel posities gespeeld, ja. Ook bij NAC. Maar ja, rechts of linkshalf is wel gewoon mijn favoriete positie, man. Je komt vaak aan de bal, weet je. Ja. Dus
ja, als nummer 10 laatste. Voetbal is een beetje veranderd, weet je. Als nummer 10 ben je niet echt meer die spelmaker eigenlijk. Je ziet ook weinig spelers die echt de nummer 10 zijn nu. Want het is meer nu dat... Die nummer 6 en die nummer 8, snap je? Die bepalen zeg maar het spel meer. Ja. Dus ja, dat vind ik wel fijner, omdat je vaak aan de bal komt en zo. Ja, vroeger had je maar één, zeg maar die 10 die dan echt de spelmaker was. Maar nu zie je echt van, ja, die middenvelders die gaan er ook overheen. Ja. Het is meer fysieker geworden ook. Klopt, man. Heel dynamisch ook. Ja, hè? Ja, man. Ik ben wel benieuwd of ik nog mee kon komen dan, met dit niveau van nu. Ja, tuurlijk, man. Ja, tuurlijk. Kom op, man. Rechts buiten, man. Ja, ja, tuurlijk. Met zoveel specifieke kwaliteiten dan, ja, dan win je overal wel je plekje, toch? Ja. Hoe was het die overgang van, zeg maar, want je woont in Breda. Ja, man. Dan naar Alkmaar. Dat is toch, je laat wel alles achter, familie. Hoe ben je met familie? Gewoon vast, echt vast? Ja, veel mensen zeggen wel altijd van, ja, ik ben echt een familieman en zo, snap je? Maar ja. Ik weet niet, man. Ik heb dat niet zo. Nee. Het is niet dat ik geen liefde voor ze heb of zo, snap je? Met mijn broers ben ik echt goed en zo. Ja. Alleen, ja, ik heb gewoon mijn vrouwtje, mijn twee kinderen, zeg maar. Dat is gewoon het eerste wat ik bij me wil hebben, snap je? Ja, ja, dus ja, daarin ben ik wel hecht, zeg maar. Okay. Maar natuurlijk is het zonde. Althans, zonde. Het is wel anders in Alkmaar. Je bent daar met z'n viertjes. Je laat Breda wel achter. Kom ook uit Breda zelf. Ja. Dus het was wel even lastig, man, op het begin. Ja, hè? Maar ik denk dat het wel beter voor me is geweest ook. In Breda heb je ook veel afleiding, weet je, als je iedereen daar kent. Dus nu in Alkmaar gewoon lekker rustig, man. Ja, dat is, want dan ga je even daarheen. Snap je? Nu, ja, dan wordt het alleen maar hechter ook met je vrouw en je kinderen. Ja. Dat is wel belangrijk, man, dus jij hebt wel best een saai leven. Op zich wel, man. Ja, man. Ja? Ik ben blij dat ik jou in de auto zit nu, toch? Heb je wat te doen? Ja, toch? Nee, maar het is wel belangrijk voor een voetballer dat hij gewoon vastigheid hebt, man. Dat je lekker thuis komt. Want ik had dat niet, weet je. Toen ik in het buitenland zat, kon ik nergens heen. Dan dacht ik, even, ging ik weer winkelen. Ga je vervelen en zo. Rare dingen doen en zo. Blijf opzoeken en... Ja, man. Klopt. Mooie vrouwen, op een gegeven moment ook lelijke vrouwen. Kijk je niet meer over. Maakt het niks meer uit, nee, man. Oh, af en toe mannen tussen. Nee, man. Nee, gek. G-mails gewoon. En ja, G-mail. En die holds a goal. Oh, Jezus, man. Ja, man. Het is wel apart, man, voetbal. Ja? Ja, je bent in Breda en nu woon ik ineens in Alkmaar. Ja, ja, maar je kan ook zomaar... 25 jaar is apart, man. Wat denk je van... Dus je kan ook wel die makkelijk... Zou je naar het buitenland willen, een keer? Ja, man. Zeker wel, man. Dus die stap kan je ook wel maken. Ja, man. Want het is wel anders, weet je. Iedereen denkt altijd dat het makkelijk is, weet je. Voetbal in het buitenland. Maar het is een andere mentaliteit. Het is anders, zeker weten. Iedereen denkt sowieso dat het makkelijk is, het voetbal, snap je? Ja. Maar veel mensen weten niet wat er ook bij komt kijken en zo. Ja. Veel stress en... Ja, presteren. Allerlei onzin die je moet laten, zeg maar. Omdat anders andere mensen een mening over je hebben en zo. Ja, zoals? Ja, gewoon... Weet je toch, als je één keer uitgaat, gewoon... Al is het gewoon op een goede dag, snap je? Of in de vakantie, zeg maar. Ja. Als je daar wordt gezien, je kan zomaar in de verkeerde situatie terechtkomen en zo. Ja, ook. En dan hebben ze gelijk het oordeel over. En mensen praten elkaar allemaal naar. Snap je? Kijk, bij mij was het gewoon zo. Ik heb gewoon een boek erover geschreven, dat schijt. Mm. Maar dan heb je je eigen verhaal verteld, snap je? Sommigen die gaan gewoon een keer één avondje stappen en dan is het gelijk van, oh, vieze alcoholisten. Dat snap je? Ze heet die allemaal en die van de meiden. Maar ja, het is soms wel lastig, man. Ja, ja. Tuurlijk is het een mooi beroep, sowieso. Ja, dat is ook, tuurlijk. Maar zoals, kijk, ik ben nu pas voor het eerst gaan skiën. 2 jaar geleden, weet je, mag ook dat niet. Soort dingen. Ja, man. Blessures en zo. En, ja. Maar ja, je hebt daarna, heb je nog tijd zat, als je 35, 36, waarschijnlijk stop je. Ja. Als je binnen bent gevoetbald, net als jou, is dat wel makkelijk, snap je? Ja, alles is kwijt, dus ik heb gewoon dat ik een rijke vrouw heb. Maar wat wou ik zeggen? Zie je zelf ooit ook nog als trainer? Want ik heb mijn papier gehaald als trainer. Voor... Yeah. Dat is helemaal niks van mij. Maar... Ja, ik weet niet, man. Op dit moment ook niet van mij, man. Nee. Ik vind het wel, zeg maar, die tactiek en zo, ik kan daar wel in verdiepen, zeg maar. Ja. Maar het is niet dat ik echt trainer zou willen worden, man. Nee, Hooguit assistent misschien, snap je? Dat je ook een beetje je dolletje kan blijven maken. Ja, precies. Ja. Maar echt als eerste trainer, als coach... Nee, man. Zou ik mij nooit zien, denk ik. Nee, wij ook niet. Veel te veel verantwoordelijkheid, man. Ja, toch? Precies wat je zegt. Wel. Lekker assistent, een beetje dolletje maken met de spelers en zo. Een beetje schakel tussen... Snap je? Dat is belangrijk, man. Ja. Ja, man. En kinderen nog? Meer kinderen? Nee, man. 2 is goed, man. Ja? Meisje, jong heb je? Ja, man. Eerste jongen, dan een meisje. Dus perfect, man. Jonge voetbal?
Ja, maar hij wil niet graag op voetbal, man. Hij is nu 5, dus okay. Hij zegt dat hij graag op voetbal wil, man. Ja, 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 leuk, leuk. Maar die zwangerschap was hoofdpijn elke keer, man. Oké. Okay. Want mijn vrouwtje was heel ziek geworden 2 keer. Oh, meen je? En was 2 keer kantje bord bijna, man. Nee. Dus was wel stressvol, man, die situatie. Dan moet je niet meer, ja, doe maar niet meer dan. Snap je? Gewoon voor het zingen de kerk uit. Ja, maar. Of helemaal niet met de kerk in. Nee. Helemaal niet meer erin. Alleen maar rukken. Oh, wat erg. En wat is je favoriete team in het buitenland? Niet in Nederland, maar. Ja. Paris Saint-Germain, man. Ja, nieuw vet, ja, hè? Ik hou echt van ze, man. Dat is echt goed, hè. Vanaf het moment dat Zlatan eigenlijk daar naartoe ging, ja, was ik ook gelijk fan van hun. Ik vond het altijd wat tof. Ja. Park de Prins en zo. Ronaldinho zat daar. Ja, maar Ronaldinho die tijd. Oh, ja, ik hou echt van die club, man. Ja, denk je dat ze. Ze komen wel ver, denk ik, hoor. Ja, ze hebben nu lastig, toch? Ze moeten nu tegen Real Madrid al, man. Oh, nu al? Ja, man. Weet je niet? Oh, wist ik niet eens. Ja, man. Ze hebben geloofd tegen Real Madrid, man. Oh, dat is kloot. Jammer, dus, man. Had eigenlijk gewoon die finale moeten zijn of zo, man. Ja, dat eigenlijk wel, ja. Dus ik ben benieuwd, man. Maar ik vertrouw in Paris Saint-Germain, man. Ja, ja, het kan maar zo, hè. Ze hebben echt wel een goed elftal. Ja, man. Neymar, Mbappé en zo. Rabiot. Wat een mannetje, 18 jaar. Ja, bizar, hè. Ja, Leonardo noemen ze hem toch of zo? Ja, ik weet niet welke naam ze allemaal van hem hebben, man. De Turtle, toch? Oh ja, die Leonardo Turtle. Ja, met die masker. Ja, klopt, ja. Ze hadden een masker voor hem gekocht. Juist. In de Gucci ding. Juist, klopt, ja. Oh, man. Hoe is Van der Brom? Ja, gewoon een fijne trainer om mee te werken, man. Ja, hè? Hij is gewoon altijd vrolijk en zo, snap je? Ja, als het wat minder gaat, dan zie je ook wel aan hem, snap je? Dat hij een beetje wat chagrijnig wordt en zo. Maar als het gewoon goed gaat, hij is ook wel goed gewoon met de spelers, zeg maar. Ja, ja, dat is belangrijk. Net zoals Koeman, dat had dat ook altijd. Ja. Dat zie je ook wel aan hem, weet je wel. En dat straalt hij ook wel uit. Ja. Dat hij gewoon een lieve man is en ook overal verstand van heeft. Ja. Maar hij was mijn trainer ook een keer bij Vitesse. Toen moest ik mee trainen bij Vitesse betaald, maar ik was nog te jong eigenlijk voor de B1. Ja. En toen, ik zat bij de amateurs en toen moest ik mee trainen, maar kwam ik 6 weken niet opdagen. Hoezo? Geen zin. John de Van der Brom was trainer. Ja, moet ik maar zeggen tegen hem. Ik weet hij nog wel. Ja? Toen kwam ik na 6 weken, moest ik mezelf weer voorstellen aan de groep. Ja, hij zei, ja, we hebben een nieuwe speler. Zo. En ik zeg, oh ja. Maar daar had ik echt geen zin in. Ik ben echt zo'n mannetje die van gezelligheid houdt. Ja, toch? Ja, ja, maar het is belangrijk, man. Als ik geen zin heb om ergens heen te gaan, dan. Dat is bij ons nu ook, man. Dat is ook wel een basis van onze succes nu bij ons, man. Ja. Dat we gewoon een gezellige groep hebben, man. De sfeer is goed, er wordt hard gewerkt. Ja, maar dat is belangrijk. Ja, weet je, dat, niet als je ergens heen gaat waar je geen zin in hebt. Weet je, dat zie je soms bij trainers. Ja, dat loopt gewoon niet. Omdat ze gewoon denken dat ze God zijn. Ja. Weet je, zo moet je helemaal niet met die jongens omgaan. Nee, man, klopt. Ik denk dat ik echt goede trainer zou zijn, hoor. Ja? maar je hebt je papieren toch? Ja, ik heb een papiertje, maar voor tweede klasse. Oh, tweede klasse. Daar heb je geen plezier, man. Nee. Hoofdpijn. Ja, toch? Ik zie het elke week, jongens. Zondag moeten we voetballen. Ja. Oh, erg, man. En dan om 10 uur, 's ochtends. Is vroeg, man. En dan zaterdag hebben we drankje op. En dan 's ochtends. Helemaal eraf, man. Ja. Okay, man. Zijn jouw vader en moeder nog bij elkaar? Nee, ze zijn gescheiden, man. Ook? Ja. Veel, man. Ja, je ziet het vaak, man. Ja. Dus, maar je hebt wel gewoon contact nog met je vader? Ja, ik heb gewoon contact met mijn buitenouders, man. Oh, leuk. En die wonen in Breda? Ja, wonen in Breda, ja. En dan gewoon bel je elke dag of? Nee, man, nee. Ik bel nooit, man. Mijn moeder is vaak boos op me, man. Dat ik niks laat horen en zo. Ja, ja? Ja, man. Oké. Okay. Ja, ik weet niet, man. Ik ben niet echt zo, man, dat ik de hele tijd bel en zo. Nee, nee, of dat ik iets van me laat horen of zo, snap appen, je? Vind ik makkelijk. Ja, toch? Als er wat is, gewoon ik contact me maar gewoon, maar. Ja, ik moet dat wel vaker doen, man. Ze heeft wel gelijk. Ja, ja? Ja. Frenkie speelt ook goed, hè? Ja, man, goede speler, man. Zag je hem laatst ook weer? Niet normaal, hè? Ja, man. Ben ook wel een beetje fan van hem als ik hier ben. Ja, hè? Ja, man, sowieso. Ja, ik ook. Mooie stijl, man. Ja, maar hij, even overstapje doet. Ja, dat overstapje is lastig, hè? Altijd doet hij dat. Dat overstapje is echt kutje, man. En dan hup, en dan gaat hij. Ik heb al mijn boys al gezegd bij AZ, niet in die overstapje trappen. Ja, ja. Want die gaat hij zeker doen. Altijd. Maar hij speelt ook simpel. Ja, naast het lijkt simpel, maar het is niet simpel. Hij oogt simpel. Het oogt omdat het gewoon bij hem past. Wie vind je de lastigste tegenstander om tegen te voetballen?
zeg maar in de competitie, Nederlandse competitie. Gewoon een tegenstander die echt. Ik had dat vroeger ook, dan had ik een bepaalde linksback of zo. Die altijd erop zat. Irritant is om te spelen. Niet dat het moeilijk is, maar gewoon irritant is. Ja. Ja, Alamadi vind ik sowieso lastig. Alamadi, hè? Ja, man. Hij kan goed kort zitten en zo, snap je? Je denkt, je hebt een beetje ruimte bij hem. Je neemt die bal aan, bam, zit hij op jou. Ik haal een knikken. Ja, man. Hij doet het goed, man. Ja, hij is wel een goede speler ook, man. Ja, ja, ja. Lastig om tegen te voetballen sowieso. Ja. Ja, dat is zo. Goede voetballer wel. Ben je een beetje van de auto's en zo? Niet echt. Niet heel overdreven of zo. Ik vind het wel belangrijk dat je gewoon een beetje een fatsoenlijke auto hebt en zo, snap je? Ja. Maar niet heel overdreven. Oké, mode en zo? Dat wel, hè? Heel wel mode mannetje, toch? Ja, een beetje, man. Op zijn tijd. Discreet en zo. Nee, gewoon af en toe, af en toe. Oké, het liefst loop je in de trainingspak. Liefst trainingspak, ik ja, ook, man. 100%. Ik ook, man. Lekker, ja, man. Lekker zo. Altijd, man. Wij zijn ook vaak naar de club, ga je naar huis. Je hebt die kleren 10 minuten aan op een dag, snap je? Ja. Maar af en toe moet je wel een beetje netjes of een beetje mooi komen, toch? Ja, maar sowieso. En wat is dan jouw... Heb je nog hobby's of zo? Die, na je voetbal? Nee, weinig station, of zo? Ja, vroeger wel, maar nu ook weinig, man. Met de kleintjes druk, toch? Ja, als ik de joystick in mijn handen heb, ze komen gelijk de joystick afpakken en zo. Snap je? Je geeft de joystick die uitstaat, maar ze zien dat het liggen niet branden. Ze hebben het meteen door. Ja, man. Dat is een goeie, denk ik ook wel eens. Dan ging ik zo PlayStation, ze hebben mijn dochter. Ik wil ook met een die uitstond, toch? Snap je? Na 1 minuut hebben ze het door. Mijn poppetje doet niks. Ja, Kevin. Hele kamba, echt. Oh, dat is een mooie. Ja, man. Oh, flikken. En stappen doe je wel eens? Ja. Nee, ook weinig, man. Ja? Ik ben nooit echt van stappen geweest of zo, man. Nee? Nee, maar vroeger, mijn vrienden gingen stappen en zo. Ja. Ik zei ja, ik ga mee. En ze zeiden nee, je gaat sowieso niet mee. Ik zeg ja, ik ga mee. Ik ga omkleden, alles. Wij rijden naar de stad toe of we gaan met de bus naar de stad. We zijn in de stad aangekomen. Ik zeg boys, ik ga naar huis, man. En zo, ik wist het wel. Ja, maar ik hou er niet van, man. En muziek? Ja, maar gewoon Nederlandse hip-hop, man. Ja? Ja, hou ik wel van, man. En ook, heb je ook zeg maar iets vast ding voor de wedstrijd of zo? Nee, man, dat niet, man. Nee, dat niet. Nee. Als er nieuwe muziek is, luister het gewoon gelijk. Ja. Maar ik heb niet echt een vast nummertje of zo die ik voor de wedstrijd moet luisteren of zo, man. Nee, niet, je hebt niet, ja, dat hebben sommigen wel, hè? Ja, sommigen hebben rare rituelen, man. Die moeten. Heb je de spelers bij AZ dat? Welke? Ja, sowieso Weghorst. Weghorst, ja? Wat doet hij? Ja, man. Hij heeft veel bijgeloof en zo, man. Ja? Ja, man. Die lange? Ja, man. Eerst liep hij in zijn naki, zeg maar, voor de wedstrijd. Yeah. Was dat zijn bijgeloof, zeg maar? Nee. Hij had een keer mij verteld, dan had hij een keer 3 keer gescoord, volgens mij. Ja. Yeah. In de voorbereiding. Ja. Yeah. Maar toen had hij zijn boxer aangehouden. Dus vanaf dat moment had hij zijn boxer blijven aandoen, dus zeg maar, in plaats van nakt. Ja, man. Bijgeloof. Ja, man. Hij heeft wel 8 keer gescoord, toch? Ja, man. Klopt. Hij doet het wel goed. Ja, man, zeker weten. Hoeveel heb jij er gescoord eigenlijk? Ik heb maar 1 gescoord, man. Eentje maar? Ja, man. Laatst tegen Zwolle bijna, had je niet gezien? Nee. Ik kreeg een afstandsschot, man, van 40 meter of zo. Ja? Maar ik zag die keeper voor zijn goal staan, toch? Oh, volgens mij heb ik hem wel gezien. Maar hij stuitte net via die paal, man. Hij was net te zacht. Oké, en dus je hebt er 1 gescoord en hoeveel assist was dit nou weer dan? Station of zo. Ik weet niet, maar 2 of 3 assist volgens mij, man. Oké. Oh, dus je moet nog wel eventjes een paar keer... Ja, ik moet wel even aan mijn rendement werken, man. Je moet wel scoren ook. Ja, man, klopt. Ja. Train je ook extra zo? Doe je ook zeg maar, na de training gewoon op goal schieten of zo met keeper erbij? Ja, want dat doen we wel vaak, man. Met een groepje gewoon. Ja. En sowieso doen we bij AZ trainen we sowieso wel veel. Maar ook gewoon goede begeleiding, snap je? Ja. We doen veel aan krachttraining. Oké. Maar ook gewoon buiten op het veld doen, goede oefenstoffen en zo. Ja. Dus, dat vertaalt zich wel naar het veld ook, man. Ja. Ja, maar het is ook wat je zei net, van dat de vreugde is. Het is plezier in het spel. Ja, dat is belangrijk. Dan gaat alles wat makkelijker en zo. Ook, ik ben nu wisselspeler, snap je? Ja. En vaak zie je bij wisselspelers, zeg maar, ook, zeg maar, je kan een beetje aan hun zien dat ze niet echt, snap je? Dat ze geen plezier meer hebben. Maar dat valt bij ons ook wel mee, moet ik zeggen, man. Tuurlijk heb je bepaalde momenten dat je baat en zo is normaal, dat hoort ook erbij. Ja. Maar we zijn wel echt een team, denk ik, man. Ja. En wie is jouw concurrent? Ik heb veel concurrenten, man. Ik kan overal spelen, toch? Ja. Ik kan links hangend spelen, maar ik kan ook gewoon op 8 of op 6 spelen. Op 10 zou ook nog kunnen. Dus... Tijd dat je gewoon op training keren.
Ja, man. Ze zeggen dat, hè. Maar nee, maar ik ben er niet zo van. Nee, ik moet gewoon zorgen dat ik gewoon... ik had een paar wedstrijden gespeeld, een paar goede wedstrijden, daarna wat minder. Ja. Ja, nu is het gewoon voor mezelf gewoon weer gewoon mijn best en zorgen dat ik mijn plekje terug verover, man. Ik ben wel elke keer die eerste invaller en zo, dus dat is wel fijn, snap je? Ja, je weet van oké. Okay. Maar ja, dat wil je ook niet te lang, snap je? Je wil gewoon weer in de basis staan, man. Dat is fijn. Vast op aarde worden. Wisselen is ook moeilijk, hè, als je als wisselspeler erin moet. Na 2 minuten, jongen. Ik moet aan het zuurstof, hè. Ja. Ik zweer het, jongen. Weet je hoe moeilijk dat is? Uit bij Heerenveen. Na 3 minuten, ik was helemaal kapot. Ja, ja, ja. Dan moet je aan het tempo wennen van de wedstrijd. Dat daarom zie je veel in het buitenland. Dus die gasten die gaan om de 10 minuten moeten ze gaan warm lopen. Ja, dat is ook irritant, hè. Is irritant. Moeten wij nu ook. En nu komt die fysiek trainer soms onder erbij. Ja, 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 ja. Maar het is wel beter. Want als je... In die warming-up, als je daar in je eentje langs het veld loopt, je doet niks, snap je, een beetje rekken en zo. Ja, ja, ja. En dan moet je opeens de wedstrijd in. Ja. Ja, dan ben je na 3 minuten ben je meteen kapot. Ja, dat is echt zo, ja. Je moet gewoon wennen aan het tempo van het team, van de wedstrijd. Juist. Maar dat is ook wat je zegt, ja, als je gewoon alleen gaat wouwen, ga je meestal rekken, dan een beetje kijken. Of nog lekker aan wijm zitten. Ja, toch. 100%. Ja, dat is normaal, man. Ja, dat is gewoon mannelijk. Dat doen mannen gewoon. Ja, een toch? Kijken of er nog... Ik heb dat wel eens ook wel eens gehad dat ik uitspeelde bij Lyon voor de Champions League. Daar was ik wissel. Toen zei Koeman... iemand raakt geblesseerd. En die lopen snel, gaan warm lopen. Ik zeg, is goed. Dus ik warm lopen. Kom erin. Ik zeg, wacht, ja, is goed. Ik rennen. Maar die wedstrijd die ging zo snel. Ja, dus ik was van 16 meter tot 16 meter. En toen weer terug naar de middenhelft. Middenlijn. En toen stond ik in één keer zo. Kijk ik zo, wat ik duizelig, hè? En Koen was het echt. Ja, man. Kom terug. Ik zeg, even wachten. Ik kots alles onder. Niet normaal. Nee. Jij kotste alles onder. Ja, dat is dat invallen, man. Dat is zwaar, man. Ja, 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 ja. Dat is echt moeilijk. Train je veel? De AZ? Ja, we trainen wel hard, man. Ja, hard en veel? Altijd... 2 keer per dag en zo? Ja, valt mee 2 keer. Maar er is wel goede begeleiding, wat ik al zei. Ja. Dus we trainen wel hard, maar het is wel... Het is wel gewoon goed voor je, snap je? Het is niet ongecontroleerd en zo. Ja. Dat je heel de dag alleen maar druk bezig bent en zo. Maar we doen wel veel in de gym ook en zo en buiten. Ja. En hoe moet je wel met tweede meedoen ook? Ja, soms, man. Ik had. Wat vind je daarvan? Ik vind het altijd lastig, man. Oh, het is ook lastig. Ik vind het altijd lastig, man. Je weet ook hoe meer boys van ene meedoen, hoe slechter het eigenlijk gaat, snap je? Iedereen is daar gewoon om zijn eigen wedstrijd te spelen. Die probeert gewoon zijn eigen een beetje te laten zien voor de trainer en zo, snap je? Ja, 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 ja. Maar dan gaat het juist fout. Ja, 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 ja. Dus, en dan heb je altijd een beetje die... Dan zeggen ze altijd, ja, hij heeft er geen zin in en zo. Maar dat is niet zo. Nee. Je hebt er juist zin in en daardoor ga je voor je eigen spelen. Geforceerd spelen. En ga je geforceerd spelen en dan gaat het juist fout, man. Ja, dat is altijd kloot. Ja, man. Ja, ik vind het ook moeilijk. Maar vroeger had ik maar met 2e mee moest doen. Ja, dat is kut, man. Dat is echt erg. Het is zwaar dat nog dan gewoon met het eerste elftal. 100%, ja, man. Absoluut. Maar het is wel belangrijk, snap je? Ja. Net als nu ook hebben we 2 wedstrijden in een week en zo. En stel je voor, je moet nu erin en je hebt geen wedstrijd gespeeld in 2 maanden tijd. Ja, dan is het moeilijk om ineens 3 wedstrijden in een week te spelen of 2 wedstrijden in een week. Ja. Het kan eigenlijk niet anders meer dan je gewoon eigenlijk moet voetballen met 2e. Ja. Ook al is het echt kloten gewoon. Ja. En nu heb je nog de Jupiler League, toch? Dus wij spelen nu in de Jupiler League met Jong AZ. Ja. Dan maakt het wel iets beter, snap je? Dat je ook gewoon nog in een stadionnetje speelt en zo. Dat is op zich wel prima. Ja. Ja, toch? Super, man. Hey, bedankt, thanks, man. Hey, rustig aan, hè? Leuk dat je in de auto kwam. Ja, toch? Hey, top. Hey, rustig aan, Andy. Ciao, man. Rustig aan op je slippers, hè? Ah, ja, toch? Dan raak ik geblesseerd. Ciao. Ciao.